Maar jongens, maar ik zie crossfietsen zonder een ketting. Ik heb dit nog nooit gezien. Nee, Justin. Ja, het is een keer wat anders. Het is een krap baantje. Dus als we gaan trappen, dan ligt de snelheid voor ons te hoog op deze baan. Dus vandaar hebben wij de ketting eraf gehaald en fietsen hier nu achter ons de wedstrijd. Ja, dus dit is vandaag in wedstrijdverband dit? Ja, het is gewoon natuurlijk vooral voor de lol. Maar ja, het is gewoon mooi om er een wedstrijdje van te maken. En de baan is natuurlijk een stuk krapper dan een echte baan buiten. Dus daarom rijden we ook één voor één op tijd en niet met z'n achter tegelijk zoals normaal. Maar inderdaad, we hebben tijdwaarneming, transponders. Dus ja, het gaat gewoon volle bak. En ja, over een paar uurtjes weten we wie de wint vandaag. Het is een speciale techniek, of niet? Ja, je gebruikt vooral de pomptechniek, omdat je eigenlijk echt snelheid moet maken op de baan. En normaal krijg je dat vanuit je benen, maar nu moet je alles met je lichaam doen. Ziet er spectaculair uit. Ja, ik vind dat we een mooi showtje tot nu toe van hebben gemaakt en het loopt allemaal lekker. Ja, maar ik zie ook Duitsers, zie ik. Hoor ik. Die zijn goed aanwezig. Ja, inderdaad, er zijn Duitsers, er zijn ook Belgen. En de Duitsers die er zijn, die zijn zo gek als een deur, dus die hebben toeters, noem maar op. Dus als Nederlanders zijn we een overtal, maar het publiek moet nog even een tandje erbij zo meteen. Is dit de eerste keer dat jullie dit organiseren? Vorig jaar was de eerste editie en toen was het gewoon prachtig. Iedereen had naar een zin, dus dit jaar hebben we de tweede editie van de Kierman Indoor No Chain Race. En, dus we hebben van vorig jaar geleerd. Vorig jaar ging het goed, maar de dingen die toen beter konden, proberen we elk jaar iets te verbeteren. Nou jongens, succes. We gaan kijken wie er is.